Hele goedemiddag, Karin. Nou, goedemiddag, Peter. Leuk. Eindelijk, maar toch. Yes! Oh, man. Wij hadden al voor maar 1 of 2 keer een afspraak staan, geloof ik, hè? Ja. Ik denk 3 maal in scheepsrecht. Dat het moet. Ja. Nee, maar goed. Ja, nou ja. Shit happens sometimes, hè? Nou, zo is dat. Ja. En jij hebt het behoorlijk druk, heb ik wel begrepen. Ja, dat had ik niet van. Nou ja, had ik niet verwacht. Maar dan ook niet, hè? Nee, ik had zoiets. Ach, ik weet niet eens wat ik dacht. Ik dacht niet eens na, laten we het zo maar zeggen. Misschien dat er een paar vrouwen reageren. Ik denk, dan doe ik een paar series en klaar. Maar ik ben niet. Ja, voordat ik klaar ben, nou, dan ben ik nog wel 1 week of 2 verder, denk ik. Toch wel, hè? Ja. Zo. Ja. Nou, maar goed dat iedereen zo zich laat zien en laat horen. Heel verstandig. Dat vind ik ook. En eerlijk is eerlijk. Ik heb in die paar video's die ik nu gedaan heb, ik een beetje. Nou ja. Ja, je hebt de zon in het gezicht. Ja. Die video, ik merk wel, kijk, ik dacht heel erg vanuit mijn mannelijk, zeg maar, dat vrouwen hetzelfde moesten doen als ik. Maar dat is niet zo. Nee. Maar nee, het is wel mooi om. Het is mooi te zien wat vrouwen doen. En de meeste vrouwen zijn op een ander vlak zijn ze bezig dan mannen. En dat heb ik inmiddels wel begrepen. Maar volgens mij, jij zit een beetje beide vlakken wel. Ja. Je kan wel zeggen dat ik wel beide zit. Maar dat heeft ook te maken met mijn man. Mijn man die is wel aardig down to earth. Die zegt constant ook tegen me. Dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Rustig maar. Dat vind ik zo leuk dat hij dat doet. Want hij brengt mij altijd weer even terug. Want ik heb dan gauw de neiging om toch wat stapjes hoger te gaan zitten. En dat zal het vrouw eigen zijn, denk ik dan wel. Ja. Maar ja, ik ben als ik... ik ben echt gaan terugdenken van hoe lang ben ik al op onderzoek uit. Nou, ik denk wel 26 jaar. Ja. Ik denk het wel. Ja. Toen wij ons eerste computer kregen. En dat was nog een heel mooi project. Want mijn man die werkte via de gemeente. En toen konden we via de gemeente een mooie computer te pakken krijgen. Dus toen hebben we een computer bemachtigd. En nou ja, mijn zoon zat er meer achter dan ik zelf eigenlijk nog. Spelletjes. En op een gegeven moment was er iets met mijn gezondheid aan de hand. Hè. Mijn schildklier die wilde niet werken zoals ik het wilde. En er waren wat problemen mee. Totdat iemand zei van nou, misschien is het beter om op de natuurlijke weg bezig te gaan. Want dat is niet zo goed. Maar goed, ik heb het eerst zo gelaten en een beetje bij mijn leraar laten glijden. En toen kwam David Eyck om de hoek zeilen. Op een of andere manier kwam ik daarop terecht. Maar ja, bij mij gebeuren altijd spontaan dingen. Hè? Waar God anoniem wil blijven, dan gebeurt het gewoon, zeggen we altijd. Nou, dat gebeurde bij mij ook echt. En ik heb die man in het verleden ook wel vervloekt. Ik dacht van, hoe komt die erop? Maar goed, ik ben toch blijven kijken op een of andere manier. En ik vond het iedere keer weer interessant. En ik ben ook verder gaan zoeken. En zo kwam ik bij veel meer dingen terecht. Dat ik dacht van, wow. Wat is hier allemaal gaande en waarom gebeurt dit allemaal? Ja, ondertussen ben je wel met je praktijk en alles bezig. En dan denk je, ja, je moet toch af en toe wel je voeten op de grond zetten. Want ja, de mensen hebben jou ook nodig en je gezonde verstand. En dan kan je niet altijd zomaar wat roepen. Want dan denken ze van, waar ben ik nou terechtgekomen? Dus dat is ook wel eens lastig. Ja. En ik ben voor heel wat uitgemaakt in het verleden. En nog. Ja. Ja. Maar David Eyck was voor jou de eerste dan. Maar dat is al wel lang geleden dan, hè? Ja. Hoeveel jaar? 20 jaar? Nee, langer dan? Ja, ik ben denk ik, als ik het goed heb, met elkaar wel 26 jaar al bezig op onderzoek uit. Ja. En dat heeft te maken met mijn zoon en zijn Ritalin gebruik destijds. Oké. Ja. En toen werd er op een gegeven moment gezegd, ja, hij moet misschien wel in opvang. Dus toen kwam jeugdzorg op de hoek zeilen. En toen was er een pittige psycholoog die zei van, wij willen graag dat je wat gaat ondertekenen. Zodat wij, als het ware, de overhand hebben over je zoon. En toen heb ik direct thuis geroepen van, maar dit gaan we niet doen. Ik weet niet wat hier allemaal achter steekt, maar dat doen we niet. Ben ik ook op onderzoek uitgegaan. Ik heb met mijn ex-man, want het was toen destijds was het...
Toen was ik al gescheiden. En ik heb toen met mijn ex-man daarover gehad. En die zei ook van dit gaan we niet doen. Dit is niet goed. Dit klopt niet. Want ik hoor meerdere dingen over jeugdzorg. En daar ben ik niet vlak voor, zei hij. Nee. Toen heb ik ook gezegd van dan gaan we dat zeker niet doen. Dus het volgende gesprek liep uit op niks. En ze vond mij maar een slechte moeder. Dat krijg je dan te horen. Hè? Dus dat je een slechte moeder bent. Dus ik ben toen ook heel veel dingen gaan aantrekken. Letterlijk en figuurlijk. Dus daar ben ik nu heel erg mee bezig. Om dat ontdoen, zeg maar. Ja, dat zijn allemaal van die zaken dat ik denk van... Wauw, waar zijn we toen al mee bezig geweest? En al veel langer terug, hoor. Al veel langer terug. Ja. Nou, als je gaat kijken... Naar de periode dat mijn man heel bewust heeft meegemaakt. En dat is zijn flauwe powertijd geweest. Hè. Toen was er al veel gaande in de Vietnamoorlog. Dus als je daar al naartoe gaat kijken en dan nog weer terug. Dan kun je eigenlijk heel veel puntjes op de i gaan zetten. Ja. En zo is dat onderzoek van mij ook een beetje gaan lopen. Op een heleboel dingen. En ik heb heel veel gedeeld op Facebook. Dit is mijn tweede Facebook-account al, want de eerste die werd al meteen gewit. Dus ik zit misschien al vanaf het eerste begin op Facebook. Maar na 4 jaar of zo, toen hadden ze iets van... Ja, maar die vertelt te veel waarheid, weg ermee. Dus toen ben ik al gewipt. Ja. En nu heb ik dus vorig jaar, in het begin vorig jaar... heb ik 3 keer achter elkaar heb ik eruit gelegen. De eerste keer is een dag, geloof ik. En de tweede keer is... 3 dagen en dan de derde keer is meer dan een week, geloof ik. Ja. Nou, ja. Toen had ik zoiets van, oké. Maar toen had ik al lang een MeWe-account. Ik denk, ja, dan ga ik daar wel verder. Ja. En Telegram had ik al. Dus ik zei ook, mensen komen naar Telegram en dat soort dingen. Dus daar was ik al heel hard mee bezig. Ja. En je ziet nu gewoon de Telegram volstroomt. Ja. Dat is bizar. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Hopen dat die nog even blijft dan. Maar, nee. Hey. Dat gaan we ook zien, niemand die het weet. Maar, dus, jeugdzorg, vanuit jij, nou, dat is al helemaal geen fijne organisatie, hè? Want weten wat we nu weten, hè? In dat licht gezien, heb je een hele goede beslissing genomen, maar ook een hele goede beslissing. Echt wel. Ja. Ik heb ook mijn zoon van de medicatie af laten bouwen. Ja. Want hij zat op een gegeven moment als een zombie voor de tv. Ja. En hij was gewoon zichzelf niet meer. Nee. En dat heeft mij doen kijken van... Ik wil weer naar de kinderarts en zeggen van... Nou, wat gaan we hier aan doen? En de kinderarts heeft me toen destijds doorgestuurd. En ik ben helaas haar naam even kwijt. Maar zij heeft ook nog een keer een stuk op Facebook gedeeld. Ik heb het later ook gedeeld. Ik ben nog aan het zoeken geweest voor haar naam. Ja. En het stuk is weg. Dat ze hebben het gewoon weer gewist van Facebook. Maar zij werkt met voedsel. Ja. Welk voedsel kun je wel eten en welk niet? En hij had heel duidelijk bepaalde zaken, groentes, waar hij niet tegen kon. Hè. Dat had dan ook weer te maken bijvoorbeeld met tomaten. Hè. Ja. Tomaten en de nachtschadeproducten. Aardappels waren ook vrij moeilijk. Dus gingen wel heel gauw naar alternatieven zoeken. Rijst mocht hij dan wel eten. En dat vond hij ook wel lekker gelukkig, hoor. Dus hij was best wel makkelijk. En op een gegeven moment begon hij ook door te krijgen dat als hij bepaald voedsel at, dat hij veel drukker werd. En dat het allemaal druk werd in zijn hoofd. Later hebben we daaraan toegevoegd LTO3. En LTO3 is een natuurproduct wat de mensen in het hoofd echt de chaos tot rust brengt. Dus dat is ook weer een heel mooi product. Ja. En die kun je ook heel gauw inzetten voor de gewone man. Als die zegt van jeetje, het wordt me allemaal veel te veel. Dan kun je zelfs die LTO3 gaan gebruiken. Want dat geeft echt... Het zorgt gewoon dat die chaos wegraakt. Ja. Ja. En dat is super. En daar zijn we toen mee bezig gegaan. En hij doet nu gewoon van alles in het leven waar hij zin aan heeft. En hij af en toe merkt hij het nog wel. Maar hij zorgt er nog steeds voor dat hij bepaalde dingen niet deed. Kijk, de aanleg hebben ze. Hè, dat is gewoon een feit. Maar... Ja. Ritalin, dat is echt, een groot drama. Grootste gif wat er is. Hè? Zelfs experts of artsen, psychologen, waar wij ook mee samenwerken, die geven toe van, het is eigenlijk verslavender dan heroïne. Klopt. Het was ook, je kreeg ook altijd maar zoveel tabletjes per keer, want ze waren veel te bang dat je dat ging verhandelen. Ja. Nee. Dus... Maar goed, dus dat was het begin van je zoektocht. Ja. Maar er was specifiek één ding.
een deel. En daarna is dat, ben je daarin gaan, meer in gaan verdiepen nog? Of is het uitgebreid naar, nou, nee, wat bedoel je? Ja, eigenlijk heel veel dingen. Want op huis destijds, hè, voor de voorloper van Facebook hier, daar waren toen al mensen bezig, ook met andere zaken, zoals het naar de maan gaan en hoe het met de maan gesteld was, of UFO's en dat soort dingen. Dus dat kwam er ook allemaal bij. Ja. En je wordt dan nieuwsgierig van, wat is er gaande? Want ik had ook altijd de hang naar sterren kijken en andere dingen kijken. Wat is daarmee van doen? En wat kan ik daarmee? En hoe zit dat in elkaar? En wat gebeurt daarmee? Nou ja, er is zoveel in uit te leggen. Dat is bijna niet bij te houden. Nee. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon gevestigd op van, wat is er gaande in de regering? En ik merk toen al dat er best wel dingen niet klopten in binnen de regering. En je had al heel gauw, eigenlijk in mijn jeugd begon dat al destijds. Mijn ouders zeiden, ja, je bent 18 en je mag kiezen. Nou, ik zei, ik wil helemaal niet kiezen. Ik zei, waar is dat kiezen goed voor? Ja. Ik zei, het is toch allemaal één potbaat. Dus mijn stem verdwijnt en ik heb er toch niks aan. Ergens dat helemaal niet bewust wetende wat er nu gaande is, heb ik dat wel zo gezegd. En toen zei mijn moeder altijd van, ja, jij riep altijd al dingen wat je niet kon weten. Dat heeft ze later ook erkend. Dus ja, hè, bij het weten van al dat het stemmen gewoon geen zin had, omdat het gewoon één grote farce was, dat ik zei van ja, heeft dat wel zin dan? En mijn vader zei nog, je moet stemmen. Ik zei, ik moet helemaal niks. We moeten doen op de wc. En mijn vader, dat kan ik wel even leuk zeggen, die kwam uit Groningen. Oké. Okay. Ja. Daar hebben we voor gevochten. Voor het stemmen. Nou, zo. Ja. Ja. Groningen, dan doe ik even een aanname. PvdA. Ja. Ja, dat wilde mijn vader ook wel graag. Dat ik dat ging stemmen, ja. Ja, het was echt wel een verdeeld gezin van dat, want mijn moeder was VVD'er. Ja. Ik had er helemaal niks mee, met al die partijen niet. Want ik zag wat er ging gebeuren. En ik had in mijn jeugd heb ik meegemaakt, doe maar, en dan de bom, en de protesten van baas in eigen buik. Nou ja, dan weet je wel, hè, uit welke periode dat ik stam. Dus ik heb van alles meegemaakt daarin, dat ik denk van ja, wat is nou echt, wat is echt, en wat kunnen we ermee, en hoe gaan we dit oplossen, want dit is het ook niet. Zodat ik echt wel besef ging krijgen van, maar er is iets anders mogelijk, wat de meeste mensen nu nog niet zien. Nee. Ik zie het al wel, en ik zie het ook al voor me. En ik heb het ook voorspeld hoor, 10 jaar terug was ik daar al mee bezig, dat ik zei van, maar er komt een wereld dat geld straks er niet meer is, maar op een andere manier, hè, een andere manier van betalingen en dergelijke, dat gaat komen. Ik zei, er komt ook weer een wereld terug waarin mensen gewoon veel bewuster met elkaar omgaan, maar op een andere manier dan maar hoe het nu gaat. Ja. En ik zei ook, dan zal er niet meerdere regeringen zijn dan hooguit één grote wereldregering, die gewoon ervoor zorgt dat alles beter gaat lopen. En dat begint dus nu echt los te komen. Nou, ik wou net zeggen, dan is het 2017. En dan van één keer alles. Hè? Nogmaals, jij ook al zoveel jaar, ik ben ook al wat jaartjes bezig, maar nooit echt het gevoel gehad dat we iets konden veranderen. Tenminste, hè, dat. Die energie was er toen nog niet. Een paar jaar geleden was dat echt niet zo. Maar nu, hè, 2017, komt alles in een stroomversnelling. Ja. En kijk, voor mij vallen heel veel dingen op zijn plek. Of op zijn plek nog niet eens. Het is gewoon een bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. Ja. Ja. Alleen, nu krijgen we meer mensen in die zin bewuster. Van wat er aan de hand is. Ja, dat is die energieshift die er dus echt is geweest. En die nog gaande is. Je merkt ook de Schumann-resonanties is echt aan het pieken op het ogenblik. Oh. De resonantie die zit volgens mij al op 6000. Misschien is die al stijgende zelfs. Ja, dat doet ook heel veel. En je merkt gewoon dat heel veel mensen echt bewust mee bezig zijn om geen fluoride tot zich te nemen. Dus ander water te drinken. Geen alcohol meer, geen medicatie die hun belemmert of wat dan ook. Dus mensen zijn echt al bewuster bezig op een andere manier, wat al een andere denkwijze teweeg brengt. Wat ook heel belangrijk is in dit item. Ja. En
nu hebben we deze hele beweging, hè, die energieshift. Ik heb een paar dingen van jou gezien, niet veel, een paar dingen. Maar wat doe jij voor, jij hebt een praktijk volgens mij, hè? Ja. Wat doe jij precies? Ik ben een medium. Ik kan echt zien, voelen, horen, ruiken, proeven. Alles krijg ik mee wat met de persoon te maken heeft. Als ik dat mag. Hè? Als iemand mij een consult aanvraagt, dan pas ga ik daarin kijken. Niet eerder. Ik ben dus niet een persoon die dus zomaar de straat op gaat en van alles meekrijgt. Daar sluit ik mezelf voor af. Ja. Dus op het moment dat ik echt mag, dan ga ik echt ook daarin kijken. Ja. Dus, en dan kan het ook zijn dat ik zomaar contact kan maken met overleden dierbaren, die dus een boodschap echt door te geven hebben. Al is het maar gewoon een hart onder riem geven, of al is het maar om te zeggen van sorry, of wat dan ook, hè, wat er dan op dat moment speelt. Dus mensen kunnen mij bellen, ze kunnen bij mij in de praktijk komen. Nou wordt dat natuurlijk in de praktijk komen wat moeilijker, maar telefoonconsulten gaat gewoon door. Dus ik ben nog steeds gewoon lekker bezig op de manier zoals ik het kan, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is, en wat ik ook geef is meditatie. Dus één keer in de 14 dagen dan doe ik een meditatiesessie met mensen die er belang bij hebben. Dat gaat nu dus via Zoom call of via op een andere manier. En dus er zijn mensen die zeggen van ja, Zoom is niet veilig, dus daar wil ik niet in. Prima, dan doen we het op een andere manier. Ik heb al een andere manier uitgevonden, dus dat lukt ook. Wat is die andere manier? via Skype kan het ook. Ja, precies. Nou ja. En Skype kan je tegenwoordig ook opnemen. Ja. En of het nou wel veilig is of niet, ik weet het niet. Het boeit me niet. Zolang ik mijn pincode niet geef van mijn pasje, dan hebben ze er toch niks aan. Maar zo is het ook. Zo is het ook. En ze kunnen hooguit in slaap vallen tijdens een meditatie. Ja. Ja. Dus dat is even in het kort. Ja, normaal gesproken als ik gewoon mijn werk kon doen, dan ging ik ook wel naar mensen toe voor een huisparty. En dan werk ik met wax. En wax, dat kan je met een heel klein strijkboutje, kan je dat op een papiertje laten vloeien. En daar komen dus verschillende kleuren in uit die je dus kan lezen, zeg maar. Daar haal ik dus ook weer informatie uit. Nou, mensen vinden het over het algemeen heel gezellig om te doen natuurlijk. Hè? Dus ja. Dan is het een leuk uitje voor hunzelf en voor anderen. En ze vinden het interessant wat je te vertellen hebt. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Wat ik ook doe is, zo nu en dan, werk ik dus met kaartjes. Dat kan met heel veel verschillende, want ik heb allemaal decks. Dus het kan heel veel verschillende kaartjes zijn. Dus dan geef ik ze een hart onder riem uit een kaartendek, ik noem maar wat. En dan is dat ook wel weer heel bijzonder. Ik had vandaag nog een kaartje met iemand getrokken. En dat is eigenlijk best wel een kaart voor eigenlijk voor iedereen. He, de reflectiekaart, illusie, zelfonderzoek en de verandering. Nou, die komt heel erg overeen met waar we nu in staan. He, je ziet berichtgevingen op het ogenblik dat het... Het is heel verdeeld. De een zegt van... ja, maar dat kan niet wat er nu gebeurt. En je ziet dus ook tijdens die demonstratie zie je dat de mensen dus agressief zijn geweest. Maar dan zeg ik ook van jongens, kijk even verder dan het plaatje. Want er zijn ook mensen bezig om juist die verdeeldheid te zaaien. En juist ervoor te zorgen dat mensen dus ongerief krijgen en dergelijke. Dus laat je daar niet door meepakken en blijf bij jezelf. Sluit ook even af. Zorg er ook voor dat je niet naar de tv kijkt. Zorg ervoor dat je niet te veel op je computer zit. Maar doe ook even andere dingen. Ja. Nu hebben wij de komende 2 weken een leuke afleiding. Want we krijgen een nieuwe keuken. Dus we moeten de boel slopen. En we moeten er weer wat in zetten. Dus veel computer kijken kan ik toch niet. Nou ja, dat is misschien ook maar goed. In deze tijd. Ja, het is een hoop informatie waar je gewoon bijna horendol van wordt. Ja. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hoor van anderen, het is lastig energie te voelen. Er is plenty energie, maar weinig zuivere energie. Ja, door bij jezelf te blijven, zoveel mogelijk, even eruit te gaan, even wandelen, dan blijf je bij jezelf. Niet in de virtuele wereld leven, zeg maar. Dat maakt dat je dus even bij jezelf naar binnen kan. Even je hart voelen kloppen. Even in je ademhaling pakken. Dan zul je merken dat dat veel meer bij jezelf gaat blijven dan ook. En dan pas ga je weer dingen voelen. En het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik weet hoe dat werkt. Ik zeg ook 's morgens zet even een gouden bal of cocon of condoom, zeg ik ook wel eens. Hè? Zet een levend gouden condoom om jezelf heen en
voordat je naar buiten gaat. Want dat zorgt voor een uitfiltering van heel veel negatieve berichten. En dat voelt wel wat fijner. Ja, ja. Hoe zie jij de nabije toekomst? Ik heb daar een optiek over waar mensen het niet altijd mee eens zijn. Maar we krijgen het nog wel even zwaar. En dat zal de komende maand nog wel even heftiger gaan worden. Misschien zelfs dat er inderdaad iets van internetuitval kan zijn. Of in ieder geval iets dat er een zwart iets gaat wezen. Voor mijn gevoel is het zwart. Ik zie ook dat er dan een opening gaat gecreëerd worden door bepaalde mensen die ervoor zorgen dat wij weer verder kunnen, maar niet meer op dezelfde voet als vroeger. Dus, maar het moet wel even heel heftig, zodat voor vele mensen letterlijk dat ze uit die hypnose stappen. Want je merkt gewoon dat heel veel nog steeds in die hypnose zitten. En er wordt ook heel gauw geroepen van, hoe kom je erbij? En je bent een wappie. En nou, ik ben heel trots dat ik een wappie ben. Want ik weet nu wat een wappie is. Maar dus het is heel belangrijk dat dat de mensen daar doorheen moeten. Vooral die het moeilijk hebben nu. En er zullen inderdaad helaas veel toch nog gaan sterven. En Ik had het niet liever gehad, maar het moet wel gebeuren blijkbaar op een of andere manier. Want die kunnen ook niet doorgroeien in die hogere frequenties. En die kunnen niet doorgroeien naar die 5D, die juist nu zo belangrijk gaat zijn. Want dat zal een soort ommekeer zijn die, ook wat ik kan, voor vele mensen zich gaat openbaren. Dus ze gaan veel meer hun intuïtie gebruiken. Ze gaan veel meer hun eigen internet gebruiken, laat ik het zo zeggen. Dus hun innerlijk internet gaan ze gebruiken. Ja. En dat is zo belangrijk. Ja. Maar dat gaat nog wel, ik denk wel een maand tot anderhalve maand. Maar ik vind dat heel moeilijk om daar een tijdsbestek aan te geven. Want ik zeg altijd, wij zijn zelf co-creators van onze eigen toekomst. En hoe meer jij dat zwartgallige gaat zien, hoe meer de zwartgalligheid gaat komen. Hoe meer je gaat zien van, oh, ik sta hier en daar is wat aan de gang. En ik ga dat gewoon observeren. Hoe minder dat jij er last van gaat hebben. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is, juist voor de mensen, om te kijken van, laat die film zich maar afspelen, maar blijf jij dan gewoon daar staan. En trek die zak met popcorn maar open, waar jullie het ook al over hadden. Maar blijf gewoon van afstand kijken, waardoor jij het minder heftig gaat ervaren. En die anderen die daar wel doorheen moeten, dat zal een openbaring gaan zijn voor die mensen die daar inderdaad doorheen moeten. Nou ja, daar heb je hem precies. Er zijn nog mensen die er doorheen moeten. En die zijn daar. Ja. En degene die waarschijnlijk deze video ziet en jou volgt, mij volgt, de anderen volgen. Ja. Wij moeten juist nu even terug. Ja. Je bent er wel, maar niet meer zo duidelijk voor pushen of wat dan ook. Nee, klopt. Nee. Maar anders dat besluit heb ik nu ook genomen. Ik denk, als mensen mij nu nodig hebben, weten ze mij te vinden. Als zij het moeilijk hebben, dan kunnen ze mij gewoon vinden. En dan komen ze ook. En dan komt het ook wel goed. En dan kan ik ze daar wel doorheen helpen. Maar je merkt gewoon dat er inderdaad een hele grote groep zal zijn. Dat wat daar toch doorheen moet. Ja. En dan gaan we zien wat daarvan van komt. Kijk, het is nu vooral chaos. En ik geloof, we gaan het zien. Ik ben het met je eens. Het moet nog veel gekker worden. Want mensen worden van die lockdown worden ze niet wakker. Van de avondklok worden ze niet wakker. Nee. Mensen worden alleen maar boos. Ja. Van deze demonstraties. Kijk, het escaleren van die demonstratie. Worden mensen niet wakker? Mensen worden alleen maar, je krijgt alleen maar meer verdeeldheid. Dat is het enige wat er gebeurt. Ja. En dat is ook precies wat de New World Order wil. Ja, dat is wat ze willen. Dus ik ben benieuwd. Ik zou graag willen dat het in één keer over zou zijn. Maar dat zo functioneert gewoon niet. Nee. En een maand klinkt mij ook wel heel aannemelijk. Als ik zie wat er in Amerika gebeurd is. Ja. En ook daar, Trump dan, die heeft 4 jaar lang bepaalde dingen geprobeerd. Het is dan
Of het nou gelukt is of niet gelukt is, dat is natuurlijk ook nog even de vraag. Ja. Maar er moest even weer een Biden komen. Ja. Die moest even weer winnen, ondanks alles. Wat ik begrepen heeft, is dat had ik eergisteren al, geloof ik, meegekregen, dat Trump een nieuwe partij heeft. Ja. Iets van de Patriot Partij of zo. Ja, klopt. Dus dat vind ik wel een hele goeie, want je kunt toch niet met het oude systeem terug. Dus hij zal inderdaad iets moeten veranderen en dan zal hij op die manier wel terug gaan komen. Ja. Hoe dat gaat gebeuren, dat laat ik maar gebeuren. Nou ja, kijk, en wat je ook zegt, er moet iets nieuws komen. Maar goed, daar heeft het ook zo lang geduurd. Dat wou ik er maar even mee zeggen. Dus het is... Dat kan niet in één keer. Dus in Nederland zijn wij er ook nog niet, ben ik bang. Het verbaasde mij wel trouwens. Het aantal demonstraties, spontaan, dat moeten we nog even afwachten. Met de avondklok in de verschillende steden. En dat er best wel heel veel mensen op straat gingen. Ja. En het tegengeluid geven. Dat vond ik wel verrassend. Ja, het valt mij trouwens op dat in buitengebieden, in dorpen en dergelijke, is het gewoon heel rustig. Ja. Daar heb je gewoon geen onrust. En de mensen zijn ook zo van, nou wil jij even te wandelen met je hond en je doet dat samen met je man en jij maar één hond. Nou, je gaat maar, wij zeggen er niks van. Nee. Dat merk je gewoon, dat een hele andere omgeving is. Wij gunnen het elkaar, zeg maar. Ja. En zo zou het gewoon op de hele wereld moeten zijn. Elkaar gunnen. En niet dat je... Gisteren zag ik een bericht voorbij komen. Daar werd ik gewoon even heel pissed off over. Dan denk ik, hoe kan je als buren nu iemand gaan straffen omdat hij zijn kind een kinderfeestje laat geven? Ja. En dan wordt er door zo'n politieagent ook nog gezegd dat ze dus geen goede ouders zijn. Ja. En dat is heel ernstig dat we die kant op gaan. En dan denk ik, jongens, de gunfactor. Waar is je gunfactor gebleven? Ja. Het gunnen. Elkaar gunnen. Ja. Nou ja, maar precies. Maar goed. En dan überhaupt, mensen denken even na, waar hebben we het over? Waar heb je het over? En, dat is ook zo, waar zadel je de politie mee op? Met wat voor onzin? Het is alleen maar negatief. Dus die politieagenten zullen zich ook... dit gaat niet goed. Ik heb vanmorgen ook al... Oh nee, dat was mijn telefoongesprek. Dit komt niet goed natuurlijk met die politieagenten zo niet. Dat komt niet goed. Nee. Dit houden ze ook niet vol. Nee, klopt. Nee. Houden ze ook niet vol. Nee. En het moet misschien ook maar zo gebeuren, zeg ik dan. Hè? Ja. Wat kan daar alleen... Het kan alleen maar beter worden, zeggen we dan ook. Ja. En dus het moet even heel raar voordat het echt allemaal veel beter gaat worden. Ja. Het klinkt misschien niet leuk voor een heleboel mensen die daar niet tegen kunnen, maar het is wel heel belangrijk. Ja. En vooral als je maar bij jezelf blijft. Ja, vooral duidelijkheid. Wij gaan ervan uit dat het beter wordt. Ik wel. Ja, ik ook. Ik weet het ook. Ik voel het ook. Ja. Alleen we moeten hier wel doorheen. Hoe zwaar het ook is. Je moet het zien als een bevalling die heel zwaar is. Ja. En daar moeten wij gewoon doorheen met z'n allen. Of het nou leuk is of niet. Maar daarom ga ik kijken vanuit het standpunt hier. En ik zie die film daar afspelen. En ik blijf toch bij mezelf. Ja. Als ik dat niet doe, dan kan ik natuurlijk mijn hoofd gaan verliezen. En je ziet nu al dat er heel veel jeugd de hand aan zichzelf slaat. En het is mega aan zelfdoding op het ogenblik. Het is verschrikkelijk. Ja. En dat is niet best. Nee, hey, vertel mij wat. En wat je ook zei, er gaan ook nog meer mensen overlijden. Nogmaals, het griepseizoen, zoals we dat vroeger hadden, is nu ook weer. Hè? Dus er zijn mensen die gewoon een hele tijd braaf de mondkapjes op hebben gehad. Hun weerstand is lager. Ze zijn binnengebleven, ze hebben geen zonlicht gehad, niks. Dus dat is de eerste groep, zometeen. Ja, klopt. Ja, het is allemaal niet zo, weet je, een klein kind kan die logica maken. Ja. En nu heb je dan misschien wel weer het coronavirus, het voorjaar. Dus het zou kunnen dat dit ook weer een coronavirus is. Dus het past in het beeld van de regering. Ja, het bestaat al heel lang, hè, het coronavirus. En dat vond ik zo mooi dat ooit daar Robert Jensen al mee kwam. En toen riep ik, eindelijk iemand die het ook zegt. Het corona bestaat al heel lang. Ja. Wij hebben het al gezien in de vaccinatieboekjes van onze dieren. Daar stond het zelfs in. Ja, het was er gewoon altijd al. En het is ook altijd al geweest. En dan denk ik, ze gaan er nu allerlei varianten aan verzinnen. Ja. Leuk.
Maar ja, goed. Dat is voor de mensen die het nog niet snappen. Die zal dat straks wel door gaan krijgen. En die zullen dan heel boos worden. En dat moet misschien ook, hoor. Dat die boos gaan worden. En dat die dan iets gaan doen. Waardoor dus de rest ook gaat wakker worden. En wij hebben ons deel al gedaan. Laat ik het zo zeggen. Wij hebben ons deel zodanig gedaan dat er heel veel openingen zijn ontstaan. Ja. Die nu er nu voor gaan zorgen dat anderen nu ook eindelijk de luikjes open gaan rollen, zeg maar. Ja. Nou, dat zeg je heel mooi. Ik denk dat wij hebben ons, in die zin ons werk al gedaan. Ja. En wij zijn er voor degenen die hulp nodig hebben. Ja. Maar dan wel op de voorwaarde dat ze de hulp aanvaarden. En niet nog eens een keer een hele discussie met je aangaan nu, in dit stadium. Nee. Want ik weet niet hoe jij erover denkt, maar die tijd heb ik wel gehad. Ja, ik denk ook niet dat ik die mensen krijg die echt per se een discussie aangaan. Die zeggen van ja, we weten nu wel dat er dus gewoon alles niet klopt. En ik wil nu met mezelf aan de slag om ervoor te zorgen dat ik dat niet weer doorhoef, zeg maar. Dus ja, dat ga je nu wel krijgen. Ik kan natuurlijk nooit alles alleen. En ik ben al lang blij dat er steeds meer, hè, wat ik bij jou ook heb gezien, steeds meer therapeuten, steeds meer coaches en dergelijke. Ik coach ook mensen. Maar het is wel belangrijk dat die opstaan en dat die zeggen van jongens, wij moeten dit wel met z'n allen gaan doen. Red ik het niet, stuur ik ze door naar een collega. En dat is ook het belangrijkste. Dat is die gunfactor weer. Hè? Ja. Niet denken dat jij alles aan kunt, want op een gegeven moment word je daar ook dol van natuurlijk. Het is wel belangrijk dat je gaat kijken, oh ja, die kan dat en die kan dat. En als ik het niet kan, dan kan ik die doorsturen daar naartoe. Ja. En dan ga je ook even kijken van naar het lijstje van wat is er nodig. Heeft die NLP nodig? Mooi, dan stuur ik die door naar een NLP-therapeut. Ja. Oh, heeft die familieopstellingen nodig? Mooi, dan stuur ik die door daar naartoe. Ja. En als je op die manier kunt werken met elkaar, voor elkaar, dan kom je een heel eind. En dan wordt het allemaal wat leuker. Ja, en hetgeen wat jij doet, hoe zou je dat omschrijven dan? Ja, hoe zou ik dat omschrijven? Heel veel mensen die hebben mij wel neergezet als heks. Nou ja, dat ben ik ook een klein beetje natuurlijk. Ik werk graag met kruiden. Ik werk graag met de Bachbloesems. Daar heb ik twee cursussen voor gedaan. Ik werk graag met tarot. Ik werk graag met de Lenormand. Wat is dat? De Lenormand kaartjes, ja, ik heb hier dan de Gilded Reverie Lenormand kaartjes. Dat zijn allemaal kaartjes waar dus afbeeldingen op staan, waar je dus mee werkt, waar ik dus uit kan halen wat er gaande is. Daar zit een heel verhaal aan vast om dat te leren ook. Dus ik kan daar ook mensen cursussen in geven. Hè? Dus als je ziet naar, dit is dan bijvoorbeeld de kaart de dood. Maar dat wil niet zeggen dat je doodgaat. Dat hangt ook ervan af hoe je de kaarten samen neerlegt. Als je dus zegt van nou, we gaan beginnen met een nieuw begin. En die kaart komt naar voren. Ja, dan klopt dat natuurlijk helemaal. Als jij dus een stel, er is iemand die vraagt, goh, ik wil eigenlijk helemaal ander werk. Nou, daar komen dus verschillende kaartjes in voor. Dat kan een boek zijn, dat kan een ring zijn, maar dat kan ook de kaart de dood zijn. Dan kan ik al zeggen van, nou, er gaat inderdaad een nieuw werk voor je komen met een nieuw contract. En dat kan je daar dus uithalen. Ja. Vooral als je daar nog eens een keer de ruiker op krijgt, dan weet je zeker dat het de ruiker, dat zijn bloemetjes. En dan weet je zeker dat dat inderdaad dus een nieuw contract zal zijn. Dus dat ga je ook vieren. En zo leg je dat dan ook een klein beetje uit. Daar kan ik dus wat mee. Maar ik gebruik de kaarten alleen als ik niet helemaal lekker in mijn vel zit. Als ik goed in mijn vel zit en ik sta goed geaard met beide benen op de grond. Ja. Dan kan ik mensen goed aanvoelen, zeg ik altijd. Dan kan ik ze lezen. Ik kan de aura's dan heel goed zien. Ik kan dan gewoon alles direct oppakken. Ik pak dan alles direct mee. En dan eventueel kan ik altijd als bevestiging de kaart erbij leggen. Maar het is niet altijd even nodig. Nee, precies. Okay. Dus eigenlijk, het is eigenlijk alles met elkaar een beetje gebruikt. De hele gereedschapskist gebruik je eigenlijk een beetje. Ja, als je dus mensen hebt die zeggen, goh, ik heb zo'n behoefte aan even contact met een overleden dierbaar, want ik weet niet goed wat er nu allemaal is gebeurd en ik heb geen contact meer gehad, of het contact werd direct verbroken en die persoon is overleden, dan kan ik daarin gaan kijken. Ja. Kan invoelen, kan vragen of de persoon in kwestie eventueel met mij wil spreken daarover. Hè, de overleden dierbaren heb ik het dan over.
Want dat is niet altijd zeker of die persoon wel met je kan of wil praten. Hè? Dus dat is aan hun ook om dat te willen. En dan pas kan ik dat contact ook echt maken. Dat hoeft niet per se direct met een naam of wat dan ook. Soms is het er direct. Soms dan is het er gewoon per direct. Omdat die persoon in het leven ook al heel spiritueel aangelegd is geweest. Of er wel in geloofde of veel naar de kerk ging of wat dan ook. Dus, en dat is ook een spirituele aanlegging, noem ik dat altijd maar. He, want er zijn genoeg mensen die vinden het fijn om te bidden, he, voor bepaalde situaties. En dat vind ik ook heel goed, want ik veroordeel niks. Want waarom zou ik het veroordelen? Als zij zich daar lekker of happy bij voelen, is het juist belangrijk dat ze datgene gaan doen waar ze zich gelukkig bij voelen. Ja. Nou. Zo werk ik dan een heel klein beetje met foto's. Kan het ook van een overleden dierbaar. Of van een foto van iemand waar een probleem mee is. Soms dan hebben ze van, ik heb het vragen over mijn kind. Of ik heb vragen over mijn dieren. He, dat kan heel, heel verschillend zijn. Ja. He, er kan een vermist dier zijn. Daar kan ik naar kijken. Iemand die vermist is, daar kan ik naar kijken. Ik ben nog niet in dat programma spoorloos geweest of wat dan ook. Maar het zou zomaar kunnen. Ik heb heel gauw dat ik bijvoorbeeld berichten zie voorbij komen van dieren die vermist zijn. En dan voel ik al waar ze zitten of waar ze zijn. En vaak geef ik ook tips en tricks aan degene die het deelt. En dan gaan ze kijken en dan komen ze later inderdaad van, nou, je had gelijk, dankjewel. Ja. Dus dat werkt heel goed. En op die manier help ik ze dan een handje om het dier weer terug te vinden. Dus dieren, mensen, het maakt niet uit. Ik ga er gewoon mee aan de slag. Het kan ook voorwerpen zijn die ze kwijtgeraakt zijn of wat dan ook. Dan probeer ik daarin te kijken en dan probeer ik mee te voelen waar het eventueel geweest kan zijn of gebleven is of wat dan ook. Ja, oké. Okay. Ja. Jij doet ook, nee, mensen kunnen bij jou komen, maar je doet het ook online, hè? Ja. 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 Dus dat maakt het alweer een stuk makkelijker voor een heleboel, zeker in deze periode natuurlijk. Ja, ja. Ik zag ook video's voorbij komen dat jullie al met de groepen aan het kletsen zijn. Ja, ja, ja. Ja. Want ik weet van Petra dan, dat was mijn allereerste gast. Ja. En dat is een groep, is dat een vaste groep of is dat die breidt zich die uit? Nou, een beetje losvast. Ik heb ook gezegd, ik wil me er niet op vastpinnen. Als je me nodig hebt, dan kun je me vinden. En ja. We hebben nu een aantal video's gemaakt. Ze was geloof ik ook al verwijderd van YouTube. Dus ze had haar filmpjes ook al op BitChute gezet. Dus ja, zo zie je maar weer. Waarschijnlijk hebben we te veel van die woorden gebruikt die niet gezegd konden worden. Ja. Maar goed, het is zoals het is. En ik zei ook van, weet je, als we wat meer weten, of ik ben ook met mijn praktijk bezig, dus ik heb ook niet altijd aan tijd natuurlijk. En er zijn nog steeds mensen die afspraken met mij kunnen boeken, dus dat gaat ook wel gewoon door. Maar ja, het is wel leuk om het op die manier zo te doen, even met elkaar te sparren. Even sparren over de zaken die nu gaande zijn. Ja, klopt. Ja. Ja, spannende tijden. Spannend. Echt wel, ja. Ja, soms dan naar wat jij ook zegt. Het is belangrijk voor nu en voor mij ook. En jij hebt zelf ook hetzelfde. Even een stapje terug. Want als we erin gaan zitten nu, ook in die storm, dan word je hoortjes dol. Ja, klopt. Dan verliezen wij het overzicht ook. Ja. Dat klopt. Ja. Soms moet je dingen uitfilteren. Zoals bepaalde groepen op Telegram heb ik ook al ontdekt. Die delen eigenlijk alleen maar waar ik zie wat een ander al gedeeld heeft. Ja. Dan ga ik die gewoon ook wegdoen. Ja. Anders wordt het te veel. Nou, dat ben ik ook aan het doen hoor. Sommige mensen die voegen mij spontaan toe. Dat moet ik absoluut niet doen. Want dan krijg ik nog meer. En op een gegeven moment, vast gegarandeerd, zit er ergens hele goede informatie tussen. Maar die heb ik dan niet gezien, hè? Nee. Want er is te veel. Dan is het te veel, klopt. Ja, en op een gegeven moment kan je beter inderdaad dat stukje afstand bewaren. En kijk maar gewoon naar dat gedeelte. En hou je kalmte van binnen. Ja. Want dat doet meer. Ja, precies. En kijk, en nogmaals, ik weet niet hoe jij werkt. Maar ik heb altijd zelf mijn informatie gezocht. En dat vind ik zelf prettiger. En als iedereen van alles aanlevert, dat zit dan hun... Ik weet niet, ik kan niet eens uitleggen. Maar hun energie zit erin en hun... Weet je, dan... Dat klikt niet altijd bij mij. Ja, helaas is WikiLeaks kan ik niet meer vinden. Oh. Destijds was het allemaal WikiLeaks nog. Hè? En, ja. Dat ik begon ook op een gegeven moment in de jaren 90, denk ik, dat Julian Assange begon. Ja.
En dan ging je daarop controleren of kijken. Of werd iets gezegd door een collega of wat dan ook. En dan ging je daarop zoeken. En dan ging je dat via Google zoeken. Maar ja, Google is ook niet meer wat het geweest is. En nu doe ik het via DuckDuckGo. En dan kun je ook nog niet echt alles vinden. Maar je probeert wel zoveel mogelijk op steekwoorden te zoeken en dat soort dingen. Of nummers of wat dan ook. Waar je denkt van, nou, daar kan ik wat mee. En dan ga je gewoon op zoeken. Ja, weet je, het is wat goede informatie op dit moment is gewoon lastig. Dus echt heel lastig. Ja, klopt. Er zit ook een hoop misinformatie tussen. En gelukkig kan ik dat nog uitfilteren voor mezelf. Dat ik denk van, hé, maar dit klopt niet. Nee. Dus dat voel ik wel aan. En dan doe ik het ook meteen weg, want daar kan ik niks mee. Nee. Kijk, in sommige misinformatie is ook allemaal weer bewust. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het is allemaal... Maar goed, ik merk wel, zeker na vorige week, woensdag, dan kun je beter even 2 dagen niks zeggen. Eens even kijken van wat hebben we nu gezien. Ja. Ja, dat is goed. En verwachtingen waren destijds hoog, hè? En door verwachtingen te hebben, worden teleurstellingen heel groot. Ja, klopt. En dat is zo jammer. Dan denk ik, ja, ga nu even niks meer verwachten en ga het gewoon rustig aankijken. Want anders worden we heel hard teleurgesteld. Het is zo zonde. En laten we nu maar met z'n allen gewoon de rust bewaren. En respect hebben voor elkaar wie wat doet. En zorg ervoor dat je gewoon elkaar op wat gunt. Nou ja, en wat je zegt. En elkaar in zijn waarde laten, zo simpel is het. Ja, help elkaar een beetje. Hè? Als er wat is en je hebt buren die wat moeilijker te been zijn, ga eens even voor hun een boodschap halen of wat dan ook. En doe gewoon even lief. Ja. Want dat doet veel meer. Dat houdt ook de energie bij jezelf. Namelijk. Ja. Klein, ja, precies. Het hoeft allemaal niet zo groot. Klein denken, nee. Je gewoon doen. Ja, klopt. Ja. Leuk, Karin. Als je wil sowieso even jouw informatie, dat ik je even onder video kan zetten. Had jij nog iets wat je zegt, nou, dat wil ik nog even, in ieder geval nog even gedeeld hebben nu? Niet echt specifiek. Ja, je zag gewoon heel duidelijk dat de incoherentie was gewoon hartstikke net. Ik zag meteen dat dus eigenlijk met dat Castle Rock te maken had van die film van Independence Day. Ik denk, ja, sorry hoor. Ja. Ik weet niet hoe mensen dus films gezien hebben, maar ik let altijd heel erg op details. Nu ben ik daar wel heel erg van. Dus ik zag meteen van, maar dit klopt niet. Ik zei ook tegen mijn man, ik weet niet, ik heb niet echt een incoherentie gezien, maar ik heb later beelden teruggezien. Ik zei, hey, ze heeft alleen een andere kleur schoenen aan. Dat is raar. Nee, maar kijk, maar goed, jij zegt nu, jij hebt het op dat moment niet gezien en later teruggezien, weet je? Ja. En dat is misschien wel een goede tip voor de mensen. Ik heb het live gezien en ik trapte er met ogen, open ogen in. Ja, ik doe het nooit meer. Ik kijk helemaal geen tv of ik luister geen radio. Ik kan er niet over. Vreselijk. Nee, ik heb hem wel via Newsmax, ik weet niet eens meer. Ja, Newsmax, ja. Maar, ik denk, what the fuck? En Biden zal nooit een voet in het Witte Huis zetten. What the fuck? Hij staat toch echt voor het Witte Huis? En nu, maar op dat moment, hè? Ja. Nou. Het was ook een opname, hè? Want Charlie Ward, die vertelde later al van, ik zag hem eerder, zei hij. Ik zag hem eerder, klopt. Hoe kan maar dat? Hey, had hij ook leven met mij kunnen delen dan? Ja. Sommige mensen denken dat ik de hele dag met Charlie aan de telefoon zit. Nou, ken je wel dat niet zo is. Nee, ik denk ook dat Charlie daar te druk voor is. Ja. Maar dat is ook, kijk, nogmaals, natuurlijk, ik heb mijn ingang met Charlie, ik kan hem bellen en hij belt mij, dat is wel zo, maar het is echt niet dat wij dagelijks zijn, dat is niet waar, ik heb hem ook niks te vragen, en dan ben ik er ook niet mee bezig. Maar en Charlie roept nog maanden, we kijken naar een film, en dat hè? Ja. Maar op dat moment, ik denk, potverdorie, what the fuck, wat is hier aan de hand? Ja, klopt. Dit is niet goed. Nee. Nee. En nu kijk je terug, wat jij bijvoorbeeld gedaan hebt, en dan kijk je terug. Nee, jongens, het is anders. Nee? Nee, ik zag het meteen. Ja, dus hij zat documenten te tekenen. Ik denk, hé, hij tekent met een verkeerde hand. Ja. En, dat moet je misschien even uitleggen, want sommige mensen, dan heb je het over de Biden nu, ten opzichte van de Biden 2008, geloof ik. Hè? Ja, er zit een heel duidelijk verschil in. Ja. Heel duidelijk. Ja, maar sommige mensen denken van dat, wel, maar hij tekent al een hele poos met zijn rechter en met zijn linkerhand. Ja,
Ja, klopt. Ja, ja, dan moet je een paar jaar terug. Dat is een andere. Ja. Ja, en hij tekende ook documenten die gewoon compleet wit waren. Hè? Ja. Dus dan denk ik, ja, dat is ook wel iets raars. En dan zie je hem gewoon in dat witte huis zitten. Dan denk ik, hallo, dat klopt niet. En dan ga je dus inderdaad die beelden terugzien die anderen er al tegenaan geplakt hebben. Die waren mij al voor. Ik denk, ja, zie, ja. Ik heb wel gelijk. Ja. Nou ja, dat is inderdaad mooi. Wat jij denkt, dat denkt een ander ook. En sommigen zijn veel sneller en die hebben al die bestandjes. Ja. Ja. Want ik heb vanmorgen een videootje gemaakt inderdaad over de demonstratie wat ik zie. En ik denk, het klopt niet. Met die Romeo's en die slachtoffers. Kijk, nogmaals, zullen echt slachtoffers gevallen zijn. Ja, ja. Maar sommige slachtoffers denk ik niet. Dat is gewoon gespeeld. Dat zijn volgens mij ook Romeo's of weet ik niet. Ja hoor, zou zomaar kunnen. Ja. Er zit zoveel spel in. En het is zoveel om zoveel verdeeldheid te zaaien. Ja. En haat, hè? En dus haat onderling op te wekken. En dat is de bedoeling erachter. Ja. En het zijn gewoon allemaal ingehuurde mensen door Soros. Ja, en kijk, nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen, ook als je daar bent, bij zo'n demonstratie, en je ziet het, je zit daar mooi met elkaar, een groepje, leuk en gezellig, en in één keer breekt de hel los daar zo. Ja. Dat je daar een heel andere beleving bij hebt, dat geloof ik direct. Ja. En als je de beelden terug ziet, dan zie je dat het is in scène gezet. Ze doen het bewust. Die Romeo's die springen uit hun bus en die lopen waar in één keer pakken ze iemand, zomaar. Ja, deze demonstratie was al een week of twee terug, waren ze die al aan het opzetten. Hè. Er was dus ook al een aanvraag voor geweest of ze dit mochten gaan doen. Nou, de aanvraag is dus natuurlijk nul gezet. Ja, ze zeiden, dan gaan we toch wel, hè, we gaan koffie drinken met elkaar. Ja, dan zitten daar altijd infiltranten tussen. Die gaan dat meelezen. Dus die gaan dan al bezig om te zeggen van, nou, dan gaan we zus en zo en dan gaan we dat zo doen op die manier. En op die manier gaan ze dus daarmee bezig. Ja, weet je, daarom zeg ik ook, ik ga met opzet al niet naar demonstraties toe. Want ik voel dat gewoon aan mijn water. Dan moet ik daar natuurlijk net bij zijn. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Kijk, nu in deze fase niet. Ik kan me voorstellen, als we een andere fase ingaan, waarbij het er echt om gaat, dan staat Peter waarschijnlijk ook vooraan. Misschien ook wel met een bloedhoofd, maar in deze fase niet. Want het is spel. Het is inderdaad, het klopt niet. Het klopt niet. Ik denk ook dat je veel meer kunt uithalen in je eigen gemeente. Door een standpunt te gaan zetten in je eigen gemeente. Ja. Door veel meer de boel te verdelen over het hele land. Maak het maar groot. Maak het maar groot. Overal wat. Het hindert niks waar je ook bent. Het mag overal zijn, denk ik dan. En dan pak je meer en dan laat je meer zien dat het land echt zegt van ja, ho eens even, we zijn er wel klaar mee. Ja. Dus met elkaar gewoon ook bij de hand pakken en zeggen, kom op, we gaan, maak er maar een loopdemonstratie van. Ga gewoon rondlopen, maak er maar gewoon een mars van, om zo maar te zeggen. Ja. Maar doe dat ook zoveel mogelijk in je eigen omgeving. Ja. We gaan het zien, Karin. Ja. Het komt wel goed. Ja. Nou ja, helemaal goed. Hey, leuk. Als jij mij nog even jouw informatie wilt toesturen, dan stel ik dat onder de video. Ja. Wens ik jou nog een hele fijne dag. Jij ook. Heel veel drukte nog. Ja, jij ook. Ja. Welke info wil je van me hebben? Mijn YouTube-kanaal, mijn gewone... Alles wat jij wilt delen. Okay. Al is het een verhaal van drie kantjes, ik zet er gewoon onder. alles wat je wilt delen, zet ik eronder. Okay, is goed. Nou, ja. Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Fijne dag nog. Ja, kom goed. Ik heb nog een paar... Neem wel een tijdje rust. Onzin. Nou, dit is geen grap. Ik heb afgelopen vrijdag kwam er van alles tussen. Zaterdag heb ik ook niks gedaan. Zondag heb ik ook niks gedaan. En ik merk ook gewoon, dat valt dan ook even samen. En dat was ook goed. Dus, goed zo. Ja. Weer, belangrijk. Ja. Even de rust nemen en even tijd voor je gezin. Hè? Ja, precies. Hey. Hey, hoi. Doei. Doei. Doei.